dit koopproject dat loopt van 15 september tot 1 mei. Dat is de periode dat de daklozenopvang open is hier bij het Stoelenproject. En er wordt gekookt voor 50 dakloze mensen en voor 5 vrijwilligers van het Stoelenproject. Dat is in totaal 55 maaltijden, iedere dag. En dat is in die 7,5 maand is dat 10.000 gratis maaltijden. En de overhead van de stichting waar ik, die ik opgericht heb, is nul. Dus het ziet er als volgt uit. Mensen komen binnen 's avonds tussen 6:30 en 8:30. Als het slecht weer is, dan staan vaak ook mensen al ruim voor 6 uur al buiten. En die mensen weten dus dat ze hier terecht kunnen omdat ze een bonnetje hebben. Mensen mogen niet meer naar buiten tot de andere ochtend 8 uur. Ze krijgen ontbijt om 7 uur en dan vertrekken ze. De reden is dat men tussendoor niet naar buiten gaat, heeft te maken met drank en drugs. En mensen mogen hier niet gebruiken, ook niks bij zich hebben. Geen drank en geen drugs. Heel hard werken, ontzettend hard werken en er enorm in geloven dat je iets goeds doet. Want weet je wat de grap is? Al een jaar of 5, 6 werk ik niet meer. Ik ben met pensioen gegaan. En ook al doe ik de hele dag niets, dan heb ik toch voor mezelf het gevoel, ik heb gezorgd dat 55 man gewoon goed te eten heeft hier. Ik ben hier vandaag op de Marnixstraat 250, waar we vanavond gaan koken in de daklozenopvang. Ben ik op uitnodiging gekomen van Martijn. En die zul je straks zien. Ik ben Martijn, hoi. En die kan daar ook iets meer over vertellen. En de vorige keer heeft hij hier ook gekookt. En toen was ik op het einde nog even gekomen. Dus toen waren ze al bij de afwas. Maar dit keer mag ik helemaal meedoen. En ga ik ook helpen met het koken, met het klaarmaken van de maaltijd. Voor 50 mensen, dat heb ik. Hoe ben jij hier zo vanzelf geraakt? Via vrienden die we wezen met Stoelenproject. En die zeiden, ben je ook geïnteresseerd om een keer te komen koken? Dat heb ik in april gedaan. En toen zei ik, één is geen, zei ik, dus ik wil dan nog een keer. Dus dit is de tweede keer. Hoe komen jullie nu aan het voedsel? Degene die kookt, die zorgt ook voor de boodschappen. Men beslist zelf wat ze gaan koken. Ik lever op mijn website, die heet www.kokenverbind.dt.nl. Daar staan een heleboel recepten die mensen kunnen gebruiken. Mensen kunnen ook een eigen recept gebruiken. En het is de bedoeling dat je dus een goed hoofdgerecht maakt, voedzaam hoofdgerecht, met een nagerecht. En je mag dus helemaal je eigen ding doen. Je mag ook kijken wat er op de website staat, of je dat leuk vindt om te maken. Zo werkt het. Hey, en was je al eens eerder in contact geweest met dakloze mensen of is het er nu voor je? Ja, maar meer één op één dan dat ik bij de supermarkt. Ja, bij wijze van spreken. Weet je wel, gewoon het buurtcontact, het menselijk contact, maar niet als in zeg maar, de groep. Al deze matrassen, daar slapen mensen dus op in hun kleren. We hebben hier wel wasgelegenheid, maar mensen kunnen niet onder de douche. Hier slapen dus in deze hele ruimte 50 mensen. Iedere dag, 7 dagen in de week, van 15 september tot 1 mei. Dus? Ik heb stiekem met wat voorgesneden uit. Daar hebben we wat meer tijd over. Ja, heel makkelijk. Hé, hey, wat een grote pakje gemaakt, zeg. Ja. Ja. Helemaal alleen rund gehakt, geen varkensvlees. Ja, want het moet voor iedereen. Ja, iedereen mag lekker vinden en mogen eten. Heel goed. Ja. Iedereen zegt, alles wordt zo duur. En hoe kan ik dan ook nog koken voor die daklozen? Nou, linksom of rechtsom, deze mensen moeten gewoon iedere avond een warme maaltijd hebben. Ik heb kookgroepen, dat vind ik heel creatief, dat was vorig jaar al. Die sturen een blanco tikkie in hun netwerk naar hun vrienden en bekenden. En iedereen wil wel 5 euro geven of iets meer. En zo heeft degene die gaat koken ruim voldoende geld om boodschappen te doen. Wat ook zo is in het kader van een voedselverspilling, zeg ik altijd tegen mensen. Als je weet dat je volgende week gaat koken, vraag even bij je supermarkt of je winkels. Van, goh, hebben jullie nog wat over of iets aan de datum? Willen jullie wat doneren? En dat doen ondernemers ook heel graag. Dus als je wil koken, dat is altijd de mouw aan te passen. En je wordt er ontzettend blij van. Hey, en wat doe jij verder zelf in je dagelijkse bestaan? Ik werk bij een social enterprise en wij zijn actief in India. Het heet Tiny Miracles.
En wij helpen daar mensen om zichzelf uit armoede te halen. Dus daar is ook een link eigenlijk met daklozen, thuislozen. Je kan dus koken met je vrienden, met je buren, vanuit je werk. Ik heb ook heel veel werkgevers die dit prachtig vinden voor de teambuilding. Die bijvoorbeeld eens per maand een groep mensen stuurt die komen koken. En serviceclubs en noem maar op. Jan en alleman kan koken. En de reden waarom het in die tak van sport is en waarom ik hier vandaag ook sta, is omdat de wereld bestaat uit meer dan alleen je eigen bubbel. Dus ik vind het zinvol en leuk en gezellig met vrienden om in te zetten. Dit is de enige dakloze opvang in Amsterdam waar mensen ook terecht kunnen die ongedocumenteerd zijn. En wat eten we vandaag? Vandaag, ik ga het je even laten zien. Chili con carne. Ah, dat is ook mijn favoriet. Nou, dan moet je blijven eten. Amsterdam Verbindt is een stichting die probeert om eigenlijk kansrijken te koppelen met mensen die minder kansrijk zijn. En daar hebben we er nogal wat van in deze stad. Dus dat gebeurt via dit kookproject, gebeurt ook basisscholen en allerlei andere dingen.